Dit is het VN-hoofdkantoor in Gaziantep. Het centrum waar de internationale hulpverlening wordt gecoördineerd ter ondersteuning van de Turkse autoriteiten. Ronald Christiaans is door de EU uitgezonden om de enorme hulpoperatie in het rampgebied te coördineren. Het is best wel druk. Hoop teams. Het is de grootste humanitaire ramp vanwege een aardbeving sinds jaren. In het coördinatieteam zijn alle organisaties vertegenwoordigd die een rol spelen in die internationale hulpverlening. Dat is feitelijk de rol van het coördinatieteam. Ervoor zorgen dat er geen dubbelingen plaatsvinden in het werk. En niet nog een keertje een plek wordt doorzocht die al doorzocht is door een ander team. Dus we doen dat heel zorgvuldig en dat doen we vooral ter ondersteuning van de Turkse autoriteiten. Ronald en zijn team worden op hun beurt weer vanuit de hele wereld ondersteund door mensen als crisisexpert Kenny Meesters. Hey Kenny. Hi Ronald. Welke dingen zie jij voorbij komen? Waar richten jullie je nou op als team? De Turkse regering heeft natuurlijk heel veel hulp gevraagd. Mm-hmm. En die komt nu allemaal binnen. Ja. Dus dat moet logistiek inderdaad helemaal begeleid worden. Vanachter zijn computer in Breda kan Meesters er weer aan bijdragen dat die hulp op de juiste plek terechtkomt. Je ziet hier op een van deze satellietbeelden een satellietbeeld van 2019 en een stuk open gebied hier tussen allemaal huizen in. En als je dan het satellietbeeld bekijkt vanaf de dag na de aardbeving, dus op 7 februari, dan zie je dat hier op dit open stuk allemaal tenten beginnen te ontstaan. Waarom is dat relevante informatie? Nou, omdat we dan kunnen kijken, weten we dat daar kampen ontstaan? Zijn er al hulporganisaties actief? En we kunnen ook op social media kijken welke informatie zien we dan daar uit de buurt komen. Is het omdat mensen daar opvang nodig hebben? Voedsel, onderdak, water, wat zijn de noden? Eén vandaag was in het rampgebied. Het valt op dat de hulpverlening in het zwaar getroffen Hatay maar langzaam op gang komt. De reden waarom je op de ene plek meer hulpverleners of voertuigen ziet dan op de andere plek, is omdat het gebied zo immens groot is. Dat is heel frustrerend. We hebben daar zeker oog voor. Alleen als de middelen gelimiteerd zijn, dan moet je keuzes maken. En dan ga je vooral kijken van waar hebben we nou de meeste kans om levens te redden. En daar gaan we dan op inzetten. De reddingsoperaties gaan zo lang mogelijk door als het kan en zin heeft. Maar tegelijkertijd gaat nu een fase in waarin we gaan kijken naar onderdak, opvang, noodhulp enzovoort. En die nieuwe fase kent Kenny Meesters goed. Tijdens de enorme aardbeving in Nepal was hij degene die ter plaatse de hulp coördineerde. In de tweede fase ga je eigenlijk verder kijken en gaat het om de mensen die het hebben overleefd. Proberen zo goed mogelijk te voorzien in hun basisbehoeften. En dat gaat dan in één keer om heel veel meer mensen. Dus de schaal in de tweede fase die vergroot enorm. Wat zijn nou de gevaren waar mensen nu aan bloot worden gesteld in het rampgebied? Na rampen zijn er altijd gevaren voor de gezondheid. Dus mensen gaan in tijdelijke onderkomens wonen. Denk aan tenten, aan geïmproviseerde woningen. En hebben vaak geen toegang meer tot elektriciteit, maar ook geen schoon drinkwater, riolering, voedsel enzovoort. Dat verhoogt natuurlijk het risico op ziektes. Inmiddels is het de ijskoude Turkse winter die de hulpvraag dicteert. Ja, op dit moment, het is koud in Turkije, zeker ook in het getroffen gebied. Heel veel mensen zijn dakloos. Dus het gaat vooral om tenten, om kleding, om dat soort zaken. Ook voor de hulpverleners zelf heeft dat natuurlijk effect, want werken in de kou heeft ook zijn effect. Het heeft ook een effect op de logistiek natuurlijk, om dingen te vervoeren. In deze omstandigheden maakt het ook moeilijk. Dus het heeft zowel een effect op de hulp die nodig is, als de verlening van de hulp zelf.